ik wil niet moeilijk doen, maar hij zit er volgens mij gewoon. Het lijkt er ontzettend veel op, die gozer. Dat is hij het. Is het. Is het wel, ja? Ja, is het er wel? Wietse van de Snaken. Wietse, ja, van de Berensoeven. Ja, dat van de Berensoeven. Wietse Snaken, ja. Ja. Je bent het echt of niet, Wietse? Ja, ik ben het zeker echt. Hij hoort er precies tussen dat toneelgezelschap. Harry Mens, dat is jouw podium nu, toch? Ja, al heel lang. En elke week eigenlijk, hè, met de rij van de week. Ja, Harry ziet het trouwens niet, want die ligt gewoon aan het slapen. Maar, ja. Dus, die heeft een paar wijntjes op en die is gaan liggen natuurlijk. Ja. Maar hij moet morgen een beetje fit zijn, dus dan drinkt hij volgens mij niet. Maar ja, dat zegt hij. Nou, dat zegt morgen gaat hij weer los. Morgen, dan ben je er ook weer bij. Ja, morgen ben ik weer van de partij. Heb je weer een paar wijntjes bij je ook? Nee, maar jullie nemen het zaterdags op. Ja, het wordt zaterdag live op. Oh, en dan zondag zend je het uit. Ja, en dan herhalen nog een keertje voor mensen die... Ja, voor mij. Ja. Jullie herhalen het speciaal voor mij. Ja. Ik ben de enige die kijkt. Ja, ja, ja. Enige die kijkt. Maar weet je wie ik ook zo goed vind? Die moet je ook vaker aan het woord laten. Die Ragasman. Ja, ja, wat is die man van blij? De schoonmaak. Wat is die blij met zichzelf? Die is echt zo, ja, blij. Ja. Ah, die is zo blij met zichzelf, die Ragasman. Ja, heel goed. Maar het leuke is, ze smaken hem over het algemeen wel, hè, die wijntjes. Laten we even kijken. Ik zou zeggen, proef maar. Alles is moderner. De druiven worden 's nachts geoogst. Lekker fris. Ja. Dit komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc. En we proeven nu de Merlot. Waarom? Zacht. Zacht, hè? Ja. Ja. Maar dit is zo'n wijn, zeg maar, waar je mee de zomer dokken. Mooie wijn. Ja, krul in smaak en met een lange afdronk. Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Wat vind je dit? Ja, heerlijk. Ja? Ja. Maar die heeft over het algemeen topkwaliteit, hè? Nou, proef maar, sorry. Lekker, lekker. Ja, lekker. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dat vind ik zo leuk, weet je wel. Kijk, jij betaalt daar om in de show te komen. Dat is op zich als dat allemaal niet erg. En dan mag jij je beste wijntjes mag je neerzetten. Dus je wijn van de week doe je dan. Dan is het natuurlijk dat totaal uitgesloten dat die proeft en zegt... Het is hem niet, het is hem niet. Dat kan natuurlijk niet. Nou, laat zei hij ook een keertje van, nou, dat weet ik, binnetje van de rood. Ik zei, nou, Harry, doe het je best maar eventjes. Dus ja, dat doet hij dan ook. Ja. Dat vindt hij lekker natuurlijk. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zie er wat achter je staan op dit moment. Ja, ik heb wat lekkers bij me. Ja? Ja? Nou ja, ik zou zeggen René. Ben ik klaar voor? Ja, natuurlijk. René. Ja. Je mag ook zo zeggen, zo. Zo, lekker man. Dat mag ook nog natuurlijk, ja. Mag ik op het kunstgras? Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is net gemaaid. Geen probleem. Ja, top. Ja. Laat je echt gemaaid gras proeven. Ja, ja, ja. Vers, hè? Ja. Lekker, man. Begin alvast met te ruiken, net zoals Harry. Ja. Zo. Dit komt uit Oostenrijk, een beetje met die tijd van het jaar, hè? Ja, ja. Wil je ook? Ja, graag. Zo. Beetje wals, een beetje lucht erbij. Ja, ja. Ja, dit komt van Huber. Alte Setsen. Ja. Ja, ja. We weten wat het kost, want de tijd is bijna om bij Harry. Nee, hoe duur is die? Ja, twee keer de helft. Maar dit doe ik niet in business class, dit doe ik alleen maar in first class. Oké, okay, dit is een echte wijn. Dit is echt top, ja. Het komt uit Oostenrijk, dit is 2017. Dit kan nog even liggen, maar is nu op dronk. Maar je mag gewoon uitspugen. Als jij het niet lekker vindt, jij... Heerlijk. Okay. Ja. Heerlijk. Wat vind jij ervan? Lekker, man. Lekker. Ja. Lekker, man. Lekker. Weet jij nog met die Gerard Joling hier? Ja, ja, ja. Die zat 20 minuten met Jan te praten. Die had een fles witte wijn op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Die dan gezette de turbo erop. Ja, dat kan dan in het glas niet verdampen, hoor, bij Gerard. Lekker, hoor, heet dit. Ja, nou. Heerlijk, man. Lekker proeven. Nou, ja, tuurlijk. Even. Weet je wie ik ook zo goed vind? Die van rijscholen. Van die, hoe heet die? Van die rijscholen. Jan van Katsburg. Next rijscholen, ja. Die kan over rijscholen praten 10 minuten... dat je denkt, ik ga er gelijk in beginnen. Ja. Ik zie het je. Rijschool, dat is het beste wat er is volgens ze. Maar dames en heren, geef me even applaus. Wietse ja, ja. Snaak. Lekker hoor, dat wijntje. Graag gedaan. Ja, ja. Maar voor alle mensen hier hebben we natuurlijk gewoon lekker Bavaria biertje. Zo regelen we het ook wel weer. Is goed, hè? Hij is echt goed. Hij is echt lekker. Wil jij, ja. Oh, jij drinkt niet, Johan, hè? Nee. Wil jij nog wat proberen, Johan? Nee, dank u wel. Lekker, hoor. Oh, jij drinkt ook niet. Nou, dan zijn we de enige twee. Oké. Okay. Hey joh, abonneer even.